We merken dat veel bedrijven nog sceptisch staan tegenover de overstap naar de cloud, ook omwille van het hogere veiligheidsgevoel dat ze nog hebben bij on-premise infrastructuur. Wat betekent dit eigenlijk concreet voor die bedrijven? Ik begrijp aan de ene kant natuurlijk het scepticisme, aan de andere kant het omgekeerde is waar. Denk maar aan, aan een aantal catastrofes die de laatste weken en maanden zijn gebeurd. Denk maar aan, aan recentelijk de oorlog. Wel, het eerste dat die bedrijven, die organisaties, ook de overheid daar gedaan heeft, is hun applicaties in de cloud laten draaien. Denk aan de overstromingen in vorige zomer. Een aantal bedrijven die ons gebeld hebben omdat ze eigenlijk al hun data kwijt zijn. Maar ook gewoon meer standaard scenario's. Het is gewoon steeds moeilijker om je omgeving, je applicaties te gaan beveiligen. Denk maar als je bezig bent met digital twins of IoT-toepassingen. Als het aantal devices die je gaat gebruiken niet meer in de onderen zijn, omdat het mensgebonden devices zijn, maar dat het echt technologie-devices zijn. Ja, dat wordt gewoon steeds moeilijker om te managen. En op dezelfde manier dat je eigenlijk ook als bedrijf misschien niet je eigen auto in elkaar steekt. Waarom zou je eigenlijk eigen datacenter in elkaar steken? Nee, je gaat dat gaan toevertrouwen aan platformbedrijven zoals Microsoft en partners zoals Connection.